Dames en heren, hartelijk welkom in het bijzonder onze hoofdgast, cabaretier en schrijver Freek de Jonge. Een hartelijk welkom ook voor zijn echtgenoot en voorts familieleden van Frans Kellendonk, meneer Duyks en bestuurders van universiteit en gemeente. U allen welkom bij de Frans Kellendonk lezing 2009, die de faculteit der letteren organiseert in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn naam is Harry Beckering. Ik ben voorzitter van de commissie Frans Kellendonk lezing, waarvan tevens deel uitmaken Maarten Steenmeijer en Jos Joos. Deze commissie bereidt deze jaarlijkse bijeenkomst inhoudelijk voor en draagt mede zorg voor de organisatie. Vanaf het begin, dat wil zeggen vanaf 1992, is gekozen voor een lezing waarin een belangrijk hedendaags auteur een thema aan de orde stelt dat ook voor de schrijver Frans Kellendonk van belang is geweest. Dus het betreft geen lezingen, ook vandaag niet, over de auteur Frans Kellendonk of over zijn werk. Waar het om gaat is een herneming van een voor Kellendonk en zijn werk relevante thematiek. Dit jaar hebben we Freek de Jonge bereid gevonden de Frans Kellendonk lezing 2009 te houden. Hoewel Freek de Jonge, vermoed ik zo, nauwelijks introductie behoeft, wil ik toch enkele woorden over hem en zijn werk zeggen. Freek de Jonge is geboren op 30 augustus 1944 in Eendrum. Hij was enige jaren student culturele antropologie en Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Na een succesvolle periode samen met Bram Vermeulen als het cabaretduo Nederlands Hoop in Bange Dagen ging hij in 1980 als cabaretier alleen verder, wat een groot aantal legendarische voorstellingen heeft opgeleverd, waarvan ik er enkele zal noemen. De tragiek, de komiek, de mars, de estafette, de hele mooie voorstelling tijdens de Boekenweek met een titel die alludeert op een titel van Harry Mulisch, de cabaretier, Boekenweekgeschenk en de leugen, en zeer recent de prachtige voorstelling De Laatste Lach. Bij zoveel aandacht voor zijn theaterwerk vergeet men vaak dat de Jonge met name eind jaren 80, begin jaren 90 ook als romancier actief is geweest. Zaans Veem, Nederlands Bloed, Opa's Wijsvinger. Over welke romans is opgemerkt dat de thematiek verwantschap vertoont met die van auteurs als Oek de Jong, Andreas Burnier, Gerard Reve en Frans Kellendonk. Wat deze auteurs met elkaar gemeen hebben, aldus menig literatuurbeschouwer, is dat zij in hun werk op zoek zijn naar een nieuw godsbeeld. Onder het mom van, als ik het zo mag zeggen, als ik hem zoek, dan moet hij toch bestaan. In dit verband is deze passage uit Opa's Wijsvinger interessant. Citaat: Faust gaat over de vraag hoe het is te leven zonder religie. Wij dienen ons zo langzamerhand af te vragen hoe het is te leven met religie. Daar zou kunst over moeten gaan. Einde citaat. Vandaag houdt Freek de Jonge de Kellendonk lezing 2009 onder de titel Kom volgend jaar maar terug. Ik geef nu graag het woord aan Freek de Jonge. Dank u wel, dames en heren. Het hele decorum brengt mij enigszins in verlegenheid. En ik vergeet bijna dat het mijn vak is. De titel van mijn lezing is zojuist genoemd. Komt u volgend jaar maar terug. En als motto heb ik gekozen: het leven heeft natuurlijk geen zin, cultuurlijk wel. Van huis uit zie ik enorm op tegen geleerdheid. Vooral Godgeleerdheid. Wetenschap en God staan op gespannen voet. En ik sta weer op gespannen voet met God en wetenschap. Ik heb niets met georganiseerd geloof,
nog met logica of rationaliteit. Ik heb er ook niets op tegen, begrijp me goed. De kunst zou zonder religie nergens geweest zijn. En in de meeste gevallen is het verstandiger rationeel te werk te gaan dan op gevoel. Bijvoorbeeld wat betreft cocaïne snuiven. De universiteit, een instituut dat ik in mijn jonge jaren niet al te serieus nam, heeft zich geschikt naar de maatschappelijke consensus. Doodsbang voor haar imago verstopt ze studentenblaadjes voor zich oriënterende scholier. Ze lijkt eerder geducht mee te doen met de door de Verenigde Staten geleide race naar de afgrond, dan onafhankelijk te zoeken naar nieuwe wegen, ontsnappingsroutes. Tja, er valt nu eenmaal meer te verdienen aan genezen dan aan voorkomen. De wetenschap heeft de filosofie vrijwel losgelaten, ethiek is gelul achteraf geworden en de mythos heeft zich laten verdringen door een logos. Ik zeg met opzet een logos. De toevallige ontdekking heeft plaatsgemaakt voor systematische research. De Kellendonk-lezing is een pathetische poging te redden wat er te redden valt. Frans Kellendonk heb ik één keer vluchtig ontmoet in een boekhandel. We hebben verlegen naar elkaar gelachen. Hij wilde, ik citeer, de geheimzinnige werkelijkheid voor de mensen bewoonbaar maken. Een streven dat snakte naar een cynische afstraffing. Geheimzinnige werkelijkheid. Harry Potter moest nog geboren worden. Ik, op mijn beurt, wilde de wereld verbeteren. Een ambitie waarmee je in die tijd aanzien verwierf bij weldenkende mensen. In 1978 hadden wij onze tanden gezet in de mensenrechten schendingen in Argentinië. En al snel kwamen we terecht in de situatie van wel gelijk hebben, maar niet gelijk krijgen. Als je daar een probleem van maakt, ga je radicaliseren. Als je dat niet wilt, al kan ik niet ontkennen, romanticus als ik ben, dat ik dat even overwogen heb, dan moet je van je probleem een mysterie maken. Waarom krijgt de mens bijna nooit het gelijk dat hij heeft? En waarom krijgt hij of zij die het niet heeft, het vaak wel? Zit daar een systeem achter? En zo ja, speelt de evolutie daar een rol bij? Is het misschien beter voor de overlevingskansen van de soort om geen gelijk te hebben en het toch te krijgen dan andersom? Dergelijke overwegingen moet je maken, anders voel je de rest van je leven een mislukkeling. Wat weer de vraag oproept, is een mislukkeling van groot of te verwaarlozen belang in de ontwikkeling van de mensheid? Dat ik deze lezing zou houden, lag in de loop der dingen besloten. Opmerkelijk is dat zich in de korte tijd voorafgaand aan vandaag een aantal gebeurtenissen heeft voorgedaan dat in het kader van deze lezing zo'n opvallende samenhang heeft dat als we niet beter zouden weten een leidende hand doet vermoeden. Gebeurtenis 1. Het atheïsme is zich aan het hergroeperen. God mag weten waarom. Er rijden opeens pontificaal bussen door het land waarop de spreuk staat: God bestaat waarschijnlijk niet, dus houd op met je zorgen te maken en geniet van het leven. Ik ben atheïst, dus over dat tussenvoegsel waarschijnlijk begon ik mij onmiddellijk ernstige zorgen te maken. Maar lang duurde dat gelukkig niet, omdat ik tot de conclusie kwam dat ik waarschijnlijk atheïst was. En weg waren mijn zorgen en kon ik weer van het leven genieten op een manier waar menig gelovige nog een puntje aan kan zuigen. Misschien is de tweede gebeurtenis nog wel schokkender. Andries Knevel, evangelische rots in de goddeloze branding, valt gedeeltelijk van zijn geloof. Het scheppingsverhaal uit Genesis kan hij niet meer letterlijk nemen. En dat staat nog maar aan het begin van de Bijbel. Ik ben benieuwd als Andries de Bijbel straks helemaal uit heeft.
hoe hij over de rest denkt. 3. De paus verslikt zich en blijkt niet onfeilbaar. De heer Williamson en zijn collega's werden gerehabiliteerd, ondanks evident antisemitisme binnen hun Pius X beweging. Vroeger was het Roma lacuta causa finita. De paus heeft gesproken, de kous is af. Tegenwoordig zegt de paus habeon non scienta. Ik habe es nicht gewusst. Er zijn in deze wereld nog 3 dingen heilig. Allah, zijn profeet en de Holocaust. En tenslotte, als reactie op de pauselijke misstap, trad een decaan religiewetenschappen, hoogleraar theologische ethiek, uwer universiteit, uit de Rooms-Katholieke Kerk. Er was bij Jean-Pierre Wils een jarenlange intellectuele, emotionele en morele worsteling aan vooraf gegaan. Waarbij je je kunt afvragen of het misbruik van kinderen op grote schaal door Rooms-Katholieke geestelijken niet voldoende emotionele en morele argumenten voor een ethicus zijn. Een mens is kennelijk heel verdraagzaam als het erom gaat zijn geloof te kunnen behouden. Overigens waren de kranten die het bericht plaatsten meer geïnteresseerd in wat de kosten waren om uit de kerk te treden dan wat die worsteling precies inhield. In alle gevallen moest ik denken aan de woorden van een professor uit Leuven die net met emeritaat is. Herman de Dijn stelde in een toespraak over verwondering: we zijn van een mysterie-samenleving naar een probleem-samenleving gegaan. Van een samenleving waarin het lijden centraal stond, naar een samenleving waar alles draait om geluk. Als je het bestaan ziet als het grote mysterie, dan is religie een poging het mysterie te heiligen, terwijl het atheïsme een poging is het mysterie te ontheiligen. De een probeert door zijn lijden te ritualiseren zijn bestaan leefbaar te maken. De ander denkt zoveel geluk te kunnen verwerven dat hij zorgeloos kan genieten. Het mysterie omvat het raadsel van het menselijk lijden. Het probleem betreft een zaak die het geluk in de weg staat. Het persoonlijk lijden kan worden samengevat in de 3 vragen: waarom ik? Waarom hier? En waarom nu? Persoonlijk geluk valt samen te vatten in de 3 antwoorden: ik, hier, nu. Ik heb meer met het mysterie dan met een probleem. Begrijp me goed, niet iedereen van mij hoeft het leven als een mysterie te zien. Als er mensen zijn die het leven liever als een probleem ervaren, heb ik daar geen enkel probleem mee. Er zijn ook vrijdenkers die het begrip optimisme verkiezen boven het begrip hoop, omdat in optimisme minder geloof zou zitten. Elkaar verstaan is een mysterie, met elkaar spreken een probleem. Zojuist hebben we 5 geloofstadia opgesomd. Dat van de atheïsten, ongeloof dus. Dat van Andries Knevel, gewetensvol reformatorisch. Dat van Jean-Pierre Wils, ethisch katholiek. Dat van de paus, doortrapt katholiek. En dat van Herman de Dijn, spiritueel katholiek. Mijn vader was orthodox, Nederlands hervormd predikant. Hij heeft in de eerste helft van de jaren 40 2 keer per fiets een rondje langs de lidmaten van de gemeente Westernieland gemaakt om zich te verantwoorden. Lidmaten is protestants voor parochianen. De eerste keer betrof het de zwangerschap van mijn moeder, die nog niet getrouwd was met mijn vader, wat voorechtelijke gemeenschap betekende. Een calvinistische oerzonde. Mijn vader, bang dat de lidmaten aan het rekenen zouden slaan en conclusies zouden trekken, wilde de schande voor zijn. Hij stapte daar in het hoge noorden op de fiets om van aangezicht tot aangezicht schuld te bekennen en vergeving te vragen. Stel je voor, net afgestudeerd theoloog bij professor Gerardus van der Leeuw, uitvinder van de godsdienstfenomenologie,
hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Net 27 jaar. Met hooggestemde ideeën over de uitbreiding van de liturgie en de relatie tussen godsdienst en kunst, belt aan bij het statige voorhuis van een herenboer. In de pronkkamer kan hij zijn verhaal doen. Het al te menselijk spel van nederigheid en hoogmoed, van vorm en inhoud, macht en machteloosheid. Een grap, een schouderklop en weg. Hoe hij aanklopt op de achterdeur van de schamele arbeidersstulp, de verbaasde blik van de randarbeider, het hakkelende verhaal van de dominee, de grijns vol van begrip. Verliefdheid is een mysterie, begeerte een probleem. De opluchting dat het eruit was en het besef dat voor hij goed en wel begonnen was als predikant, zijn geloofwaardigheid al vrijwel nihil was. De tweede keer betrof het de beschuldiging van het verwisselen van het avondmaalsbrood. De Duitse bezetters stelden voor het heilige avondmaal speciaal bonnen beschikbaar, zodat er witbrood gebroken kon worden. Door omstandigheden waren de witbroodbonnen niet gearriveerd, zodat er die zondag bruinbrood gebroken moest worden. Het gerucht groeide de dagen erna dat de dominee en zijn vrouw het lekkere witbrood voor zichzelf hadden gehouden. Vader weer op de fiets om van aangezicht tot aangezicht te vragen of de lidmaten dat ook werkelijk van mening waren. Nee, natuurlijk niet. Hoe kwam dominee erbij? En als de voordeur dichtsloeg, hoorde hij het heimelijk gelach. Komt u volgend jaar maar terug. Zo ging dat tijdens de oorlog. Twee van mijn ooms waren fout, maar dat is nooit aanleiding geweest voor een rondje langs de lidmaten. Zelfs de eigen kinderen hoefden dat niet te weten. Als ik niet met een Joodse vrouw was getrouwd, zou ik er ook helemaal niet nieuwsgierig naar gebleven zijn. De waarheid is een mysterie, de leugen een probleem. Je zou kunnen zeggen dat in het paradijs alles een mysterie was. En dat na de zondeval problemen ontstonden. Je zou kunnen zeggen dat met de zondeval de taal zijn intrede doet. De taal die de mensen het vermogen geeft onderscheid te maken. De taal schept het probleem van de tweedeling. Het ding op zich en de naam voor het ding. Het mysterie laat zich niet onderscheiden, valt niet in tweeën te delen. De naam is het ding. En zo behoudt het mysterie zijn onschuld en blijft paradijselijk, terwijl een probleem altijd twee kanten heeft. Links en rechts, rijk en arm, goed en kwaad, doel en middel, lichaam en ziel, vorm en inhoud. De waarheid is een mysterie. Niemand kan de waarheid spreken. Wie de waarheid wil openbaren, moet namelijk een vorm vinden, waarmee hij de waarheid in tweeën deelt. Dat wat gezegd moet worden en hoe men het gaat zeggen. Als ik hier vanmiddag de absolute waarheid zou spreken, zou u teleurgesteld naar huis gaan, omdat u hem als wartaal ervaart. Iets waar geen touw aan vast te knopen valt. De tweedeling in vorm en inhoud maakt de waarheid tot een probleem. Iets waarover te praten valt. En iets waarover te praten valt is niet absoluut. Een mysterie vraagt niet om een oplossing of logische verklaring, want dan is de lol eraf. Dat is de paradijselijke boodschap. Credo van de onschuld. Wil je je eeuwig verwonderen, verga geen kennis. Het mysterie is de bron van inspiratie. Verlangen naar inzicht, behoefte om te herenigen, om het verloren paradijs terug te vinden, de onschuld te laten herleven. Mysterie is een spel van regels en etiketten, van geboden en rituelen. Terwijl een probleem de wereld uit moet. Een substituut religie oplevert, met een liturgie van klaagzangen en een etikette die door regels overwoekerd wordt. Op dit moment zijn er alleen al bij de omroep de volgende televisieprogramma's
die proberen de problemen uit de wereld te helpen. Opgelicht, radar, kassa, kassa 3, helpdesk, de rijdende rechter, de vakantierechter, opsporing verzocht, keuringsdienst van waarden, medische missers, knelpunt, de consumentenman en weggebruikers. En de problemen zijn niet aan te slepen. Ons bankstel is bij de buren bezorgd. De hotelkamer keek uit op de Gazastrook. Ik wil geen zoon en al helemaal niet in Afghanistan. De vis schoot kuit op mijn bord. Mijn linker schaamlip moest gecorrigeerd. Transsubstantiatie. Dat woord kende ik niet voordat ik mij aan deze lezing zette. Ik werd er door op gewezen in een van de vorige voordrachten. Transsubstantiatie, de verandering van substantie, niet van verschijningsvorm. Brood en wijn blijven eruit zien als brood en wijn, maar veranderen op mysterieuze wijze in lichaam en bloed van Christus. Vorm en inhoud zijn één. Bij transformatie verandert de verschijningsvorm, maar blijft de substantie hetzelfde. Bij reformatie blijft de verschijningsvorm hetzelfde, maar wordt de substantie ondergeschikt gemaakt aan het woord. Je kunt op je klompen aanvoelen dat als je begint te roepen dat brood en wijn niet echt het lichaam en bloed van Christus zijn, maar het symboliseren, dat je het mysterie ondermijnt en een probleem creëert. Het ligt dan ook in de aard van het protestantisme dat de kleur van het brood een probleem gaat worden. Zolang het brood het lichaam van Christus is, doet de kleur er niet toe. Dan is het een mysterie. Zodra het een symbool wordt, krijg je bij bruinbrood wijsneuzen die willen weten of Jezus misschien een neger was. Als men binnen een religie aan het mysterie begint te tornen, als de transsubstantiatie in twijfel wordt getrokken, het zijn onschuld dreigt te verliezen, raken de substituutsymbolen op den duur hun kracht kwijt. De vorm zal in zijn val de inhoud meesleuren. Rituelen verworden tot onverdraaglijke clichés. Poppenkast. Wat heilig is, wordt schijnheilig. Maar dan heeft de beeldenstorm al plaatsgevonden. Dan is het beeld al door het woord vervangen. Het Rooms-Katholicisme staat voor verbeelding. Hier vindt ons theater zijn oorsprong. Theater dat het lijden van de mensheid verbeeldt. Reformatie staat voor verwoording. Is met zijn strenge moraal grondlegger van het cabaret. Dat vaak een voortzetting van de preek is. De worsteling van Wils komt bij de cynici pathetisch over. Er zijn honderden argumenten om de kerk te verlaten, al jaren. Maar ik neem aan dat hij hechtte aan het mysterie. En dat dat zijn zinziens in de liturgie van de kerk van Rome het best geritualiseerd werd. Hij voelt zich een verrader als hij problemen maakt. Hij vreesde op den duur zijn geloof in God te verliezen, als hij de geborgenheid van de gemeenschap der gelovigen moet missen. Voor veel mensen is God alleen te vinden in de kerk. En hier komen we bij de tweestrijd van Knevel, die aan zijn nagels aan de rotswand van het geloof hangt. Als protestant is hij aangewezen op het woord. En als er met dubbele tong gesproken wordt, wat moet je dan geloven? Het tweede gebod volgens de Statenbijbel luidt: gij zult u geen gesneden beeld maken. Wat lijkt te zeggen, blijf met je tengels van het mysterie af. Iedere duiding van God is blasfemisch en het begin van het einde van de verbeelding aan de macht. Het Calvinisme heeft door de nadruk op de inhoud te leggen de vorm verwaarloosd. En waar een berg zijn vorm verliest, glijdt de bergbeklimmer naar beneden. Het katholicisme is misschien in de vorm verdwaald en te vrijblijvend geworden. Het resultaat is secularisatie. Waarbij ik secularisatie zou willen definiëren als de onthechting van het mysterie. In plaats van het leren dulden van het lijden, het streven
naar geluk. Met andere woorden, ophouden met je zorgen te maken en grenzeloos genieten maar. Nu zijn we bij de atheïst. Ook ik ben waarschijnlijk atheïst. En zonder vervelend te willen zijn, zonder de pret te willen bederven, stel ik de vraag, kan de mens zonder mysterie? Dat is een cliffhanger. Kan de mens zonder mysterie? Zondagmiddag, 1950, met mijn vader naar de kerk. Voor mij is het een wekelijks uitje, voor hem is het zijn dagelijks werk. Het kerkje staat in Brandenburen, Heidenskip, noemen de Vriezen het. De garagehouder komt ons halen met zijn zwarte Chevrolet. De kosteres zet mij op mijn plaatsje in de ouderlingenbank. Ze geeft mij 2 pepermuntjes. Wat zeg je dan? Ik mompel dank. Als alle mensen zijn gezeten, verschijnt de ouderlingenrij. Vader loopt daarin als tweede, klimt op de kansel, knikt naar mij. Jongetje op zondagmiddag, dat niets begrijpt, maar alles hoort, verliefd is op de stem van vader die rustig voorleest uit Gods woord. In de verte loeien koeien, een eendenjager lost een schot, maar niets verstoort de stem van vader die voorleest uit het woord van God. Terug in de consistoriekamer staan de thee en koekjes klaar. Vader bevrijdt zich uit zijn toga en jaagt de brand in een sigaar. Maar ik heb eventjes geen aandacht voor de daden van mijn held. Ik mag collectezakken legen, helpen bij het tellen van het geld. We rijden door de Friese weide, benzine ruik ik, gier en hooi. De chauffeur vraagt hoe ik de preek vond. Vader glimlacht. Ik zeg mooi. Het is maar 10 minuten rijden, thuis wacht moeder, nog meer thee. Ik mag de toga koffer dragen en een volgend keer weer mee. Jongetje, op zondagmiddag, in de ban van vaders stem, dat niets begrijpt, maar heel goed luistert, of hij zacht klinkt of met klem. Jongetje, op zondagmiddag, dat niets begrijpt van de Heilige Geest, maar weet dat die stem op zijn mooist klinkt als vader uit de Bijbel leest. In het theater klinkt dan een applausje. En dat is niet, nou, ik zal u even uitleggen, dat is niet zozeer bestemd voor de artiest, maar meer voor het publiek om even een punt ergens achter te zetten. Hartelijk dank. Want je gaat toch op de een of andere manier steeds meer verkrampen tijdens zo'n toespraak. Vorig jaar zomer ging ik op uitnodiging van de provincie Friesland naar Brandenburen. Een streepje huizen gelegen in het Heidenskip in de Friese Zuidwesthoek aan een ondiep meertje. Het Hofmar, dat in open verbinding staat met de Vluzen. Ik heb ooit een lied gemaakt waarin die buurtschap met name genoemd wordt. Er staat daar een kerkje waar ik van mijn 4e tot mijn 7e regelmatig op zondagmiddag een kerkdienst bijwoonde. In het gezelschap van mijn vader, die van 1946 tot 1951 predikant te Workum was. Tegenover het kerkje was een 4-liep accommodatie. Een breed water met aan de ene kant taluds voor de aanloop van de polstokspringers en aan de andere kant een tribune. Mij was gevraagd een boek uit te reiken aan de bedenker van een infrastructureel plan dat het de watersporter in Friesland nog meer naar de zin moest maken. Het Friese Merenproject. Ik citeer. De provincie Friesland investeert tot 2013 een €500 miljard in het Friese Merenproject. Het Friese Merenproject zorgt voor grenzeloos varen door onder andere de bouw van aquaducten, het verhogen van bruggen, het verdiepen van vaarwegen en het aanleggen van tal van voorzieningen. Hiermee wordt een omvangrijke impuls gegeven aan de regionale economie
en wordt de basis gelegd voor vervolginvesteringen in de toeristische en recreatieve sector. Einde citaat. Gemak dient de mens. Niemand hoeft onnodig te lijden. Een watersporter heeft al genoeg aan zijn hoofd. Je hebt geen jacht van 2,5 ton gekocht om een uur te gaan liggen wachten tot de brugwachter behaagt zijn bruggetje omhoog te draaien, om dan nog eens een klomp voor je neus te laten bengelen waar je een paar euro in moet gooien. Friesland was door de realisatie van het project er iets minder pittoresk op geworden, maar daar stond weer tegenover dat de basis was gelegd voor vervolginvesteringen in de toeristische en recreatieve sector. Wat CO2 voor de natuur is, is toerisme voor de cultuur. Alles wat authentiek en oorspronkelijk is, alles wat bijzonder en heilig is, verwordt tot een attractie. Fantasie brengt een mens overal. Voor de Efteling sta je in de file. Een reiziger dwaalt door het mysterie, de toerist heeft een probleem. Het programma zag er als volgt uit. Een polsstokspringer springt. De commissaris van de koningin heet welkom. Een gedeputeerde geeft hoog op van het bereikte. Freek de Jonge overhandigt het boek. Hielke Speerstra vertelt een verhaal uit de Oerpolder. Staande receptie en tot besluit een bezoek aan de Rieten van Wetter. Een voorstelling op het Hofmaar in het kader van het Friese Festival. Mijn verslag begint bij het verhaal van Hielke Speerstra, de man van de Oerpolder. Boerenzoon van de streek die zichzelf ontpopt had tot notulist van de orale geschiedenis. Hij zat in een bootje met een zeil dat aan een touwtje voor de tribune werd langsgetrokken. Hielke hield zijn verhaal in het Fries. Dat was mooi. Voor mij als Hollander onnavolgbaar mooi. En dan had ik nog het geluk dat ik 5 jaar in Friesland had gewoond. Zodat ik af en toe iets opving waar ik met mijn routine als verhalenverteller wel iets uit kon peuren. Het had te maken met het bezweren van primitieve angsten. Intussen keek ik naar de meer dan vergenoegde gezichten van de luisteraars. De nostalgie, schijnbare triomf over het lot, deed zijn werk. Na de receptie trad de duisternis in en werd het tijd voor kunst. We werden met zo'n 150 man op 6 pramen naar het midden van het Hofmaar gesleept. Rieten van Wetter, het ritueel van water. Het duurde even voordat de bootjes in de juiste positie lagen en toen duurde het nog weer even voordat het begon. We zagen een hijskraan op een Rijnaak, een ponton, een stijgerconstructie en een sleepboot. Er volgde gedans op moderne muziek gemaakt door 2 harmoniums, 2 hamers op aanbeelden, een elektrische viool en hoge ijle zang. 8 dansers voerden een spel uit met het water en verdwenen tenslotte achter een imposant regengordijn. Er is een aangenaam filmpje op YouTube dat de voorstelling van 3 kwartier in 2 minuten samenvat. Na afloop voeren we over het donkere meertje terug naar waar onze auto's stonden. Er werd niet veel gezegd. De mannen leken volkomen van slag. Ze waren getuigen geweest van iets waar ze niets van begrepen. Kunst. Door mijn aanwezigheid waren ze extra op hun hoede, want ze wilden geen domme indruk maken. Zoals de moeder van Karel Appel, die ooit in het Rijksmuseum naar de nachtwacht wees en tegen de suppoos zei, dat kan mijn zoontje ook. Wat moet ik nou straks tegen mijn vrouw zeggen als ze vraagt waar de voorstelling over ging, wilde een van de mannen weten. De mannen van de vervolginvesteringen, zal ik maar zeggen. Hoe is het mogelijk, vroeg ik mij af, dat mannen die geen enkele moeite hebben met de absurditeit van hun bestaan, de idiotie van hun beleid, de waanzin van hun prioriteiten, hun noodlottige gevangenschap in de economische doctrine, door 3 kwartier abstractie zo van de kaart kunnen zijn. Wat is er met hun onschuld en vermogen tot verwondering gebeurd? Waarom is begrijpen voor de mens het hoogst haalbare geworden? De schrijver van Massa en Macht zegt, voor niets is de mens meer beducht dan voor aanraking door iets onbekends. Hij wil zien wat naar hem grijpt. Hij wil het herkennen of op zijn minst kunnen thuisbrengen. Wat is er gebeurd tussen de Oerpolder met zijn eenvoudige bevolking
die angst bezwoer met groteske verhalen, en deze chique ambtenaren die hun angst wegbluffen met megalomane projecten en gesubsidieerde festivals. Het mysterie is een probleem geworden. De vroege kunst was er niet om de mensen te behagen, maar om als illustratie bij het oerverhaal te dienen, of dat te verbeelden. Later stelt de kunst zich in Europa helemaal in dienst van het christendom. Vanaf de reformatie begint de kunstenaar zich los te maken van zijn bindingen. Steeds verder ontwikkelt zich eigen smaak, onderwerp en inzicht. Als de fotografie zijn intrede doet, komt de kunst los van de noodzaak tot gelijkenis. En wordt het de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. De verheerlijking van de individualisatie krijgt vorm. Met de lol om onbegrijpelijke dingen te maken als gevolg. De kunstenaar als priester van een nieuw mysterie. Die zijn diepste zielenroerselen ritualiseert. En zo zijn onschuld probeert terug te winnen. De transsubstantiatie van de kunst. Of misschien juist de anti-transsubstantiatie. Ceci n'est pas une pipe. Dit is niet het lichaam van Christus. De kunst probeert verwondering op te wekken. Verwondering die de afstomping die door de doctrine van te willen begrijpen op de loer ligt, moet voorkomen. Andy Warhol is weer de reformator van dat geloof. Door iedere pretentie door te prikken met zijn Brillo-box. En de verpakking van een wasmiddel tot kunst te verklaren. Een kunstenaar hoeft alleen nog maar te zeggen dat iets kunst is. En in de overtuigingskracht van zijn verhaal zit zijn gelijk. Andy Warhol doet wat alle hervormers doen. Hij geeft de macht terug aan het woord. En waar Magritte nog van de ironie gebruik maakt door te zeggen bij een geschilderde pijp, dit is geen pijp. Zegt Warhol de ironie voorbij van een zeepdoos, dit is kunst. Sommige mensen noemen deze arrogantie het einde van de kunst. Maar daar hoeven we niet bang voor te zijn. Zoals Luther God voor iedereen toegankelijk heeft gemaakt, zo heeft Warhol voor een enorme emancipatie van de kunst gezorgd. Iedereen is kunstenaar. Of liever, iedereen mag zich kunstenaar noemen. De ironie wil dat Damien Hirst zijn meest recente werk For the Love of God heeft genoemd. Maar dit terzijde. De hervorming hield het einde van God als almachtig opperwezen onherroepelijk in zich. De kunst is er door zelfrelativering en ironisering niet in geslaagd God te vervangen. Een kleine groep gelovigen schaart zich nog om haar belang. De massa, van God los, van de cultuur bevrijd, wijst ieder mysterie af en consumeert zich naar geluk, zorgeloos geluk. Bij tegenslag wendt de massa zich tot de ombudsman. Om afstomping te voorkomen vlucht hij in nostalgie. Zo gelukkig als we waren, worden we nooit meer. En reageert zijn frustratie af in oordelen. Het zondebokprincipe tekent zich af. De individualisatie is volbracht. De emancipatie voltooid. De massa bestaat uit louter individuen. De minderheden zijn in de meerderheid. Ieder mens is volgens de wet gelijk. Een zelfmoordterrorist kan een leger gijzelen. De mening van een deskundige staat gelijk aan de opinie van de domme massa. Niemand hoeft meer te denken dat hij nog iemand is. Zo, bevrijd van het mysterie met zijn moraal en ethiek, is er een vrijheid ontstaan die geen verantwoordelijkheid meer hoeft af te leggen. Elke verwarde demagoog kan zich beroepen de held van de vrijheid van meningsuiting te zijn en op die manier een voormalig wereldrijk even in verlegenheid brengen. Met de media als honden die achter een stok aanrennen in zijn spoor. De inzichten en de middelen waarmee de massa zijn problemen tegemoet treedt, vergroten zijn lijden. Hoe groter de budgetten voor de gezondheidszorg, hoe meer zieken. Hoe meer wegen, hoe meer files. Hoe meer geld, des te groter de financiële crisis. Verandering is uitgesloten, want als deze machinerie van de haast tot stilstand komt, is het leed niet te overzien. Toen de aanslag op het World Trade Center in New York
alle Amerikanen had aangeslagen, smeekten 3 dagen later wanhopige directeuren van casino's het publiek om te komen gokken, omdat anders Las Vegas failliet zou gaan. De massale individualisatie creëert als nooit tevoren de ander. Niet langer als naaste, maar door de marketingtechniek omgetoverd tot concurrent. Bedreiger van het geluk. De ander is de hel, zei iemand die het kon weten. De politiek moet de onvrede wegnemen. Machteloos moeten de oude partijen toezien hoe populisten die hunkering van de massa oppakken. Een populist heeft geen gelijk, maar krijgt het wel. De media, afhankelijk van de gunst van de massa, verraden hun hooggestemde idealen. Kijkcijfers en oplagecijfers dicteren de redactie. De stroovuurtjes van de hype laaien hoog op. Internet versnelt het proces van het onbeheersbare onbenul tot in het duizelingwekkende. Geen stijl. Niet alleen geen inhoud, maar ook geen vorm meer. Wollt ihr den totale nihilismus? De elite is lui, schreef iemand in de Volkskrant. Flauwekul. De elite is monddood. Niemand is meer geïnteresseerd in kalme overwegingen. Massa is haast. Dat heb ik natuurlijk niet allemaal tegen die mannen gezegd. Daar was ons tochtje op het Hof maar te kort voor. Ik heb gezegd dat abstractie een nieuw mysterie probeert te scheppen. Een mysterie wil verwondering oproepen. En dat waar verwondering de behoefte tot begrijpen overwint, sprake is van troost. Dus dat waar verwondering de behoefte tot begrijpen overwint, sprake is van troost. Omgord met explosieven, neemt hij afscheid met een zoen. Van gevoel ontdaan. Hij weet niet waarom, alleen ik moet dit doen, wil ik hebben bestaan. Starend in het donker, kan ik niet slapen. Woel, klaar wakker, sta ik op. Ik heb mijzelf verwond. Om te zien of ik nog voel. Die zin spookt door mijn kop. Ik leer de ellende negeren. Oost-Indisch doof kijk ik opzij. Niets raakt mij meer. De wereld zwaar gewond moet verder. Zonder mij. Het spijt me zeer. Dwars door mijn panzer trof die zin doel. Blijft hangen, malen. Zeurt. Ik heb mijzelf verwond. Om te zien of ik nog voel. Zingt Johnny Cash in Hurt. Geef me allebei je handen. Kijk me onafgebroken aan. Een uur, een dag, een week. Haal me uit mijn waan. Laat me niet meer los. Laat me niet meer gaan. Vraag ik, bid ik, smeek. Kraak me. Tot ik breek. Er was eens een wat jongere cabaretier. Een cabaretier is iemand die denkt dat hij leuk is. Nou, dat denken kun je wel weglaten. Een cabaretier is iemand die leuk is. Ook dat is niet helemaal juist. Laten we zeggen, een cabaretier is iemand. Maar dat is vaak ook twijfelachtig. Er was eens een wat jongere cabaretier die de ironie voorbij zich tot taak gesteld had enige misstanden met betrekking tot de mensenrechten in de Volksrepubliek China dwingend aan de orde te stellen. Laten we die wat jongere cabaretier voor het gemak even Erik noemen. Erik zocht, omdat hij zich aan hem schatplichtig voelde, contact met een wat oudere cabaretier. Een gewezen wereldverbeteraar. Een wereldverbeteraar is iemand die door de dood van God gedwongen wordt in een hemel op aarde te geloven. De gewezen wereldverbeteraar had ervoor gekozen niet veilig tot het einde der dagen zijn riedel af te draaien of zich voor geëigende karretjes te laten spannen,
maar zijn zoektocht naar de grote geheimen van het bestaan op eigen wijze voor te zetten. Laten we die oudere cabaretier voor het gemak maar even ik noemen. Iedere gelijkenis met bestaande personen en gebeurtenissen berusten op louter toeval. Ze, Erik en ik, hadden afgesproken in een cafeetje waar een paar verstokte rokers een heldhaftige vrijheidsstrijd voerden die ver boven het eigen belang uitsteeg. Sterker nog, ze leken bereid voor hun ideaal te sterven. Erik stak van wal. Waarom hebt u niet met me meegedaan toen ik u dat vroeg? Ik antwoordde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom zou ik doen wat er van mij verwacht wordt als ik me heb kunnen onderscheiden door iets onverwachts te doen? Uiteindelijk kun je in je leven alleen jezelf verbeteren. Ik had de nobelste bedoelingen, maar ik was de enige die er beter van werd. De media gebruikte mij, de autoriteiten negeerden mij en de mensen van wie ik steun verwachtte lieten me staan. Ik gaf mijn idealisme op, wat net zoiets is als uit de kerk stappen. Erik zweeg even. Toen het sportevenement waar mijn actie op aansloot voorbij was, ging iedereen weer over tot de orde van de dag. Ik ook. En nu worden er weer elke dag mensen opgepakt en in kampen gezet en gemarteld en de wereld zwijgt. Ik ook. De wat oudere cabaretier, ik dus, antwoordde: je had gelijk, maar je kreeg het niet. Ik ken dat. Ik heb zelfs nog een moment overwogen iets radicaals te doen. Een linkerhand te offeren. En jij? Erik schudde zijn hoofd. Nou ja, hij had aan tafel gezeten bij De Wereld Draait Door. Dat vond hij ook al een flinke offer. Hij glimlachte verontschuldigend voor zijn grapje. De wat oudere cabaretier haalde iets uit zijn neus en schoot er de rook in. Hij had zich meer en meer van zijn stijl afgekeerd, omdat hij van mening was dat de ironie, bij uitstek een cabaretesk middel, en ooit door een te vroeg overleden schrijver, waar nog eens een lezing naar genoemd is, gedefinieerd als oprecht veinzen, was verworden tot onoprecht veinzen. De grap was van middel tot doel verheven. De wat oudere cabaretier was door die gestrengheid de liefde van het grote publiek kwijtgeraakt. En toen hij ook nog eens zweverige trekjes begon te vertonen, werd hij verguisd door zijn intellectuele vrienden. Erik zei: ik ben op een dood punt aangeland, wat raadt u mij aan? De wat oudere cabaretier zei: ik ken een oude meester. Geen zweverig gedoe, weerde Erik af. Je kunt twee kanten op, zei ik. Of je laat je leven leiden door de ander, dan ben je een willoos slachtoffer van het lot. Of je gaat op onderzoek uit, op basis van de vrije wil. Waar woont die man? Vroeg Erik. In China, antwoordde ik. Ha, schamperde Erik, alle wijze mannen worden in China achter slot en grendel gezet. Niet deze, zei ik. Maar weet deze wijze man dan niet dat er mensenrechten geschonden worden? En waarom is hij niet tegen het regime? Omdat hij erboven staat. Maar waarom wordt hij dan niet opgepakt? Omdat hij geen macht nastreeft. Het is dus een lafaard. De wat oudere cabaretier schudde zijn hoofd. Het is de druppel die de steen uitholt en de mokerslag die de steen verbrijzelt. Wie zegt dat? Vroeg Erik. Ik lachte geheimzinnig. Wie denk je? Wat staat mij daar te wachten? Vroeg Erik. Je moet een vraag stellen en dan merk je het verder wel. Erik ging naar China. Bij het klooster op de berg aangekomen stond een vriendelijke monnik bij de poort. Ik wil de meester zien, zei Erik. Wat is uw vraag? Wilde de vriendelijke monnik weten. Erik was even van slag. Het was vanaf het eerste moment helder geweest welke vraag hij wilde stellen. Maar nu was hij moe van de lange reis. Vooral het laatste stuk op de rug van een mank lasdier had hem gesloopt. Het kwam hem opeens voor alsof hij in een reusachtige val trapte. Misschien was het toch beter een andere vraag te stellen, maar daar wilde hij nog even over nadenken. Komt u maar mee, zei de vriendelijke monnik. Dan breng ik u naar een cel. Een cel, zei Erik, verbouwereerd.
Maar ben ik dan een gevangene? Gevangen ben je pas, zei de vriendelijke monnik, als je niet de juiste vraag weet te stellen. Elke dag kwam de vriendelijke monnik langs om eten te brengen en te informeren of Erik al een vraag in gedachten had. Na een week overweging zei Erik, mijn vraag luidt, hoe pakken we de mensenrechten kwestie in China aan? De vriendelijke monnik knikte op een manier of hij de vraag al had zien aankomen. Hij zette het eten neer en verdween. 2 dagen gingen voorbij, er werd wel eten neergezet, maar de vriendelijke monnik zag Erik niet meer terug. Hij ging bij de deur zitten wachten om te zien wie het eten neerzette. Het bleek een novice. Wat is er met de vriendelijke monnik gebeurd, wilde Erik van hem weten. De novice keek schuw om zich heen en antwoordde, de morgen nadat hij uw vraag heeft overgebracht aan de kamerheer van de meester, is hij opgepakt door de staatspolitie en weggevoerd. Erik sprong geschokt overeind. Hij pakte de novice beet en rammelde hem door elkaar. Dat kunnen we toch niet over onze kant laten gaan? De novice antwoordde, de poort is open. U bent vrij om te gaan. Maar waarom doe jij niets? Het is jouw land. Waarom ga je in zo'n stom klooster zitten? Allebei mijn ouders zijn gevangenen van de staat. Ik ben wees. Waar kan ik anders gaan? Waar ze mij voeden, kleden en te slapen leggen. Ik moet de meester spreken, zei Erik. Nu. Wat is uw vraag? Zei de novice. Wat de meester denkt te gaan doen aan het lot van de vriendelijke monnik, antwoordde Erik strijdlustig. De novice knikte vriendelijk, maakte een buiging en verdween. De volgende dag stond er weer eten bij de deur, maar de novice zag Erik niet meer terug. Nu was hij zeer bedroefd. Hij ging zonder eten op zijn bed liggen om te overdenken wat hem te doen stond. Zomaar vluchten zou laf zijn, op onderzoek uitgaan levensgevaarlijk. Hij moest de meester te spreken krijgen. Hij wachtte tot het donker was en liep in de richting waarin hij beide monniken had zien gaan. Na 2 uur lopen kwam hij iemand tegen die hem groette en vroeg waar hij naar op weg was. De meester, antwoordde Erik kordaat. Wat is uw vraag? Informeerde de onbekende, wiens gezicht in het donker niet te onderscheiden was. Nu kreeg Erik het te kwaad. Al zijn zekerheden waren omgeslagen in machteloosheid en zelfverwijt. Hij veronderstelde dat deze passant hem ook niet verder zou helpen. En hij wou niemand meer in gevaar brengen. Hij was niet in staat tot spreken. Kom, zei de nachtelijke voorbijganger. Ik breng u terug naar uw cel. En na minder dan 5 minuten kwamen ze aan waar hij twee uur eerder vertrokken was. De onbekende opende de deur voor Erik en verdween in de nacht. De volgende dag dicteerde Erik zijn vraag aan de monnik die het eten kwam brengen. De vraag luidde, hoe kom ik hieruit? 2 dagen later stond hij voor de meester. Dat wil zeggen, ergens van achter een gordijn klonk een stem die zei, kom volgend jaar maar terug. Een stem die Erik bekend voorkwam. Het was dezelfde als van de man die hem enkele nachten tevoren teruggebracht had naar zijn cel. Erik kwam met zijn verhaal terug bij de wat oudere cabaretier. Komt u volgend jaar maar terug, zei hij schamper. Allemaal nep, poppenkast. Ik bleef kalm en zei, ook ik ben weggestuurd met die mededeling. Ook ik was vast van plan nooit meer terug te gaan. Maar na een jaar begon ik zo onrustig te worden dat het leek of iets of iemand mij dwong, een dwang die ik niet kon weerstaan. Wat was jouw vraag aan de meester, vroeg Erik. Is er leven na de dood? En wat was het antwoord? Komt u volgend jaar maar terug. Zie je wel, zei Erik, bedrog. Ik dacht, zei de wat oudere cabaretier, ik stel een andere vraag. Eentje die ik niet zelf verzonnen heb. Hoe moeten wij zo verantwoord mogelijk leven? En na een lachje van herkenning zei de meester, komt u volgend jaar maar terug. Ik zei dat antwoord u vorig jaar ook al op een andere vraag. Is dit misschien het enige antwoord op alle vragen? Ik wil het weten, nu. Het bleef enige tijd stil en toen klonk van achter het gordijn, geduld.
Allemaal nep, zei Erik. Nog 3 keer ben ik gegaan, steeds met een andere vraag. En steeds luidde het antwoord, komt u volgend jaar maar terug. En als ik ongeduldig begon met ja maar, fluisterde de meester, geduld. En opeens, na vele jaren, had ik het door. Nep, nee, geduld. Het antwoord was geduld. Wat is de sleutel tot verantwoord leven? Geduld. Is er leven na de dood? Geduld. Wat is het eeuwige leven anders dan een kwestie van veel geduld? Duurzaamheid. Het modewoord van deze tijd. Geduld. Geduld is de voltooide tijd van dulden. Wie kan dulden, heeft geduld. Wie kan dulden, wordt geduld. Overtuigd van mijn inzicht, ging ik na een jaar terug en zei tegen de meester, nu ben ik hier voor de laatste keer. Ik heb u begrepen. Het antwoord op alle vragen luidt geduld. Toch? Komt u volgend jaar maar terug, zei de meester. Zie je wel, zei Erik, nep. En toen wist ik het zeker. Ik ben gaan mediteren. Mediteren? Ja. Dat is een ander woord voor geduld oefenen. Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen. Vastberaden. Doelgericht of aarzelend op de tast. Houd je aan de regels. Volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los. Of pak er juist een vast. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet en als je aarzelt. Wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je. Het minste is bedacht. Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent. Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend. Maar zelfs de liefde wendt. Wees niet bang, je bent een van de velen en tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je vaak zal moeten delen en soms zal moeten zeggen, laat me vrij. Er was eens een bekende Nederlander. Een bekende Nederlander is iemand die in ruil voor diensten zijn lichaam ter beschikking stelt van de media. Er was eens een bekende Nederlander die gevraagd was zijn medewerking te verlenen aan het televisieprogramma Wie brengt de minister-president naar bed? Een succesvolle format waarin de minister-president op vrijdagavond in plaats van het voorgebakken gesprek met de voorgebakken journalist een vraag voorlegt aan een bekende Nederlander die daarop zijn visie op het land en haar problemen ontvouwt. Zodra de vraag gesteld is, gaat de tijd in. En zodra de minister-president in slaap valt, wordt de stopwatch weer ingedrukt. Het record tot dan toe was in handen van Andries Knevel, die de 3 kwartier die voor het programma stond geheel had weten vol te praten, zonder dat de minister-president in slaap was gevallen. Er gingen zelfs geruchten dat de minister-president nog dagen later de slaap moeilijk had kunnen vatten. Om te voorkomen dat aan het einde van het seizoen 2 bekende Nederlanders met dezelfde tijd zouden eindigen, was er nog een publieksoordeel ingelast. Zodra de minister-president sliep, moest de bekende Nederlander naar het raam lopen dat uitkeek over het plein waar de massa, een geselecteerde groep figuranten, zich verzameld had. De bekende Nederlander kreeg de kans om middels een kort statement de massa gunstig te stemmen, die zich dan mocht uitleven in het geven van een oordeel. Held of loser. De bekende Nederlander, laten we hem voor het gemak even ik noemen, kwam de slaapkamer van de minister-president binnen, die we voor het gemak de MP noemen. Iedere overeenkomst met bestaande personen en gebeurtenissen berust wederom op louter toeval. De MP lag in een hemelbed. De opdruk op zijn dekbed betrof een rode Ferrari Formule 1 racewagen. Op het nachtkastje werd telkens een ander attribuut neergelegd, bedoeld
om aan het begin van de ontmoeting het ijs te breken. In mijn geval lag er een Browning 220. Zolang je geen pistool hebt, stak de MP van wal, denk je nooit wie zal ik vandaag eens doodschieten. Maar naarmate je zo'n ding langer ongebruikt in je bezit hebt, groeit de drang er iets mee te doen. Weet je wie dat gezegd heeft? Ik schudde mijn hoofd. Willem Holleder. Zelf bedacht, zei hij overbodig. Het ijs hoeft wat mij betreft niet gebroken, stelde ik. Ben is niet in staat het gezellige televisiespel mee te spelen. En ik voegde eraan toe, wat is uw vraag? De MP pakte een briefje van onder zijn hoofdkussen en las plechtig voor. Met welke morele insteek kunnen we de dans rond het gouden kalf stoppen? Hij geeuwde aanstekelijk. Buiten loeide een sirene ten teken dat mijn tijd was ingegaan. Een stopwatch begon te tikken. Ik begon met een verhaal over mijn vader die zich ging verantwoorden in het hoge noorden. Maar toen ik de MP opnieuw zag geeuwen, stapte ik snel over op een verhaal over een groepje ambtenaren in Friesland dat 's avonds laat op een meertje een moderne dansvoorstelling bijwoonde. Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik ook met dat verhaal weinig kans had Knevel te verslaan. Ik begreep dat er to a point gekomen moest worden. En ik begon. Oordelen is waar de gelijkheid ons gebracht heeft. Iedereen heeft een mening. Niemand neemt meer iets van een ander aan. Mensen loeren op elkaar, spelen voor eigen rechter. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn uit balans. De religie speelt geen rol van betekenis meer als hoeder en trooster van velen. De kunst is waar zij de massa bereikt tot kitsch verworden. De oude vormen zijn dood of te fundamentalistisch. De politiek heeft zijn ideaal de massa te stichten laten varen. De mens van de wieg tot het graf geketend en uitgeleverd aan de nukken van de economie. Omdat etiketten niet meer werkt, zijn we verstrikt geraakt in regels. De banken zijn bankroet. Het leger zit in vredesmissies. Ons land ontbeert cultuur door een permanente beeldenstorm van meninkjes. We geloven nergens meer in, vooral niet meer in onszelf. We vertrouwen niemand meer, vooral niet meer onszelf. We houden van niemand meer, vooral niet meer van onszelf. We zijn overgeleverd aan de waan van de dag. De verhouding leraar-leerling is verstoord. Waarom pakt de universiteit zijn taak niet op als gids van de samenleving door de crisis aan te grijpen als kantelpunt? We hebben redactie nodig, sturing vanuit inzicht. Genoeg, schreeuwde de minister-president. Ik vond je vroeger leuker. Heb je niet een aardig verhaal? Ik doe geen oog dicht op deze manier. Dat is precies mijn bedoeling, dacht ik. Maar met een vakkundige twist begon ik aan een oud verhaal over een jongere collega die op zoek ging naar wijsheid in China. Ik liet me meeslepen door het verhaal, zoals ik mij mijn hele werkzame leven heb laten meeslepen door mijn eigen verhalen, die nooit af waren. Iedere keer als ik een verhaal vertelde, kwam er iets bij en ging er iets af. Al naar gelang de sturing van mijn gehoor, dat zonder dat het er zich van bewust was, mijn redacteur was. Ik ging zo op in mijn verhaal dat ik even niet goed oplette en de MP voor mijn neus in slaap viel. De stopwatch werd ingedrukt. Er klonken nu meerdere sirenes en onverstaanbare stemmen door megafoons, afgewisseld door strijdlustig voetbalgezang, ten teken dat de massa klaar stond bij het raam om te oordelen. De MP sneukte. Ik deed het venster open. Op teken van de floormanager zweeg de massa. Laat ons zorgeloos genieten, schreeuwde iemand. Gelach. Rot fruit spatte uiteen op de muur. Gejuich. Ik spreidde mijn armen op zoek naar de oude magie. Ik moest iets zeggen dat niet alleen leuk was, maar waar vooral alles in zat. Een Griekse wijsgeer noemde het mysterie het hoogste goed en zei, het vermogen om met een gedachte te spelen zonder deze te aanvaarden
is het merkteken van een geleerde geest. Leuk. Ze hadden alles in, maar niet voor de massa. Misschien beter een mop. Ik herinner mij een oude wiets van een man die naar de dokter moest. Hij moest zijn ontlasting, urine en sperma meenemen. Doe je grijze pak maar aan, zei zijn vrouw, daar zit alles in. Niet leuk, maar wel voor de massa. Het gemors zwelde aan. De spanning greep me waar ze me grijpen moest, bij de keel. Ik maakte opnieuw bezwerende gebaren met mijn armen. En weer, maar minder snel dan eerst, kwam de massa tot bedaren. Ik haalde adem en riep uit alle macht: komt u volgend jaar maar terug! En toen, maar niet meer verstaanbaar in de cacofonie, geduld. We zongen lang geleden van veranderende tijden. Maar wat er ook veranderde, niet het onmenselijk lijden. Oorlogen woeden wereldwijd zonder zicht op vrede. Protesteren leek verspilde tijd. Verloren gingen gebeden. De echo klonk steeds zachter. Mensen sluiten rangen. De ganse schepping wacht met rijkhalsend verlangen. We smeten alles op de grond. Verwoesten de Hof van Eden. Terwijl we schaamteloos met de mond de natuur beleden. Voelden we ons beschaamd omdat onrecht nooit wende. Wezen we naar Amerika als bron van de ellende. Verloren leek de kracht. Vergeefs klonken gezangen. De ganse schepping wacht met rijkhalsend verlangen. De zon brak door een donkere wolk. Door nieuw elan gedreven, ja, we kunnen, zei een volk en bracht een droom tot leven. En terug keert het geloof in veranderende tijden. Bij blank en zwart, bij links en rechts, bij moslim, christen, heiden. Toe, trek je uit het moeras van ontmoediging en falen. Herrijs uit eigen as, herrijk je idealen, zing mee uit alle macht. Idealisten, sluit de rangen, de ganse schepping wacht met rijkhalsend verlangen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer De Jonge, dank u zeer voor uw verhaal. Of moet ik het een conferentie noemen? Of een hoogst eigenzinnig betoog? Of een gesproken essay, misschien wel allemaal. En dan heb ik het over de vorm van uw verhaal. En hoe moet ik de inhoud duiden? En nu moet ik u iets bekennen, dames en heren. Meestal bevind ik mij bij dit soort gelegenheden in de bevoorrechte positie dat ik de tekst van tevoren in mag kijken en dan ook een keurig dankwoord kan uitspreken. Maar het is mij eigenlijk op dit moment onmogelijk om een indruk te geven van wat u gezegd zou hebben. Omdat elke uitspraak die ik doe een reductie van het rijkgeschakeerde verhaal dat u hebt gehouden zou betekenen. En daar wil ik me niet aan wagen. Ik wil hoogstens de zaal oproepen om al datgene wat u vanmiddag in allerlei vormen ten gehoor hebt gebracht, dat dat in elk geval mij tot nadenken heeft gestemd en ik mag aannemen het publiek ook. Dank u zeer voor uw verhaal, maar ik wil er nog iets aan toevoegen. Ik heb met u wel van tevoren gesproken, niet zozeer over de inhoud van het verhaal, maar we hebben kort met elkaar
van gedachten gewisseld over de boekenweek, waarin er sprake was van het thema humor. En dat Kees Fens in dat jaar het essay geschreven heeft. En hij heeft toen een gesprek met u gevoerd tijdens die boekenweek. En hij heeft toen de aard van uw werk, die heeft hij deze kwalificatie meegegeven, dat wat u doet en vandaag ook weer hebt laten zien, dat eigenlijk het best gekarakteriseerd zou kunnen worden met moderne orale literatuur. Dank u wel voor dat stukje literatuur dat u vandaag hier naar voren hebt gebracht. Dames en heren, normaal gesproken, zo deed ik het namelijk elk van de voorgaande jaren, zou ik u nu moeten meedelen dat de tekst van de lezing direct voor u bij de uitgang beschikbaar is. Nu hebt u wel uit de lezing kunnen opmaken en uit het met frisse hand hier op het toneel gegooid, dat boekje er nog niet is. Het boekje komt wel en u krijgt nog van de organisatie te horen op welke wijze het boekje u zal bereiken. We zijn aan het einde van deze bijeenkomst gekomen. Mag ik u verzoeken de spreker en genodigden als eerste de gelegenheid te geven? Het zit natuurlijk al in mijn laptop. Dus ja. Als mensen mij mailen, dan kan ik het per omgaan. Nee, maar dat is niet de bedoeling. De receptie waarvoor u allen bent uitgenodigd vindt plaats in de hal van de vereniging. En ik neem aan dat daar ongetwijfeld nog veel nagepraat zal worden over het wat en het hoe van kom volgend jaar maar terug. Over volgend jaar gesproken, ik dank u voor uw komst, uw aandacht en belangstelling. En tot ziens volgend jaar bij de 17e Kellendonk-lezing in 2010. Dank u wel. Thank you.